vlakbij onze wijk. Ik woon in de Staatsliedenwijk en het is dan Staatsliedenwijk West. Dan gaan ze een aantal dingen veranderen. En die veranderingen zouden dus doorgevoerd kunnen worden naar onze wijk, wat nadelig is voor onze wijk. Dus daarom zijn wij met z'n beiden aan het kijken en misschien meerdere mensen om te kijken van wat gaat er precies gebeuren. En misschien kunnen we daar bij een aantal dingen kunnen we op inspringen, wat dus in feite niet zou moeten. Ja, maar het is wel de bedoeling natuurlijk dat de hele, het hele stationsgebied, dat dat echt een upgrade, zoals dat dan heet, krijgt. Dus dat het echt verbeterd gaat worden. Ziet u dat ook? Dat vinden wij ook. Dat is ook wel belangrijk, want het is saai. Laat ik zo zeggen. Ja. En voor de Almere is het echt niet zo van, nou joh, het is hartstikke leuk. Maar als je dan een binnenkomst hebt hier vandaan naar het station toe, dat geeft nog weer leuke dingen voor de mensen. En niet alleen voor jongeren, maar ook voor de oudere mensen. Ze durven wat meer naar buiten te gaan en dat is ook natuurlijk belangrijk. Ja, dus de kans op verbetering ziet u echt wel? Ja, dat wel. Ja. Ja, het is belangrijk voor Almere en ik ben blij dat ze zo'n stap nemen, als het ware. En het is, voor iedereen is het alleen prettig om dat te zien. Marius Schulte-Noordholt van de gemeente Almere. Er zijn al aardig wat mensen geweest. Wat zijn de reacties die over het algemeen komen op de plannen? Ja, we hebben iets van 80 mensen langs gehad en er zijn heel uiteenlopende reacties. De meeste mensen zijn het er wel over eens dat het wel heel fijn is als er wat gebeurt. Hier rondom het station en in het stationskwartier. Dus dat is bemoedigend. En er zijn mensen van let ook op van zorg dat het wat veiliger overkomt. Doe wat aan de sfeer, beleving. En er zijn mensen die hebben ook hele specifieke dingen. Van een tunneltje wat handig zou zijn bij hen in de buurt. Dus het gaat echt van groot tot klein. Maar de meeste mensen zijn wel enthousiast over de plannen die ze nu hier zien. Ja, dus mensen zijn vooral blij dat er wat gaat gebeuren. Omdat ze wel denken dat er echt iets verbeterd kan worden aan het stationsgebied. Ja, aan het gebied. We hadden iemand die zei van ja, het is nu toch wel een beetje doods. En het mag echt wel wat gebeuren. Een beetje een verloren omgeving. Dus die zijn er blij mee. En ook mensen die zeiden van joh, ik wil graag in het centrum wonen. Een jong iemand. Kan ik al een woning kopen? Nou, dat soort reacties hebben we ook gehad. Ja, dus heel divers. Het gaat dan niet alleen om de noordkant, heet dat dan, van het station. Dus ook wel in de volksmond de achterkant van het station. Maar ook bijvoorbeeld de Randstad. Het is nog best een groot gebied, hè? Het is inderdaad een groot gebied en dat hoort gewoon bij het centrum. En eigenlijk is het idee dat het meer verbonden wordt. Dus het zuidkant en de noordkant. Dat het meer één geheel wordt. Ja, want dat wordt nu echt eigenlijk doorsneden of het houdt op met het spoor. Ja, dat, zo kan je dat nu beleven en het idee is dat dat meer die doorgang onder het spoor door mooier wordt en dat beide kanten gewoon meer levendiger zijn en een mooi onderdeel van Almere Centrum.